nogmaals een hele goede morgen. We gaan even overshiften naar een nogal minder gezellig, maar toch wel heel noodzakelijk onderwerp vandaag. Jongeren die met messen op zak lopen, steekpartijen op festivals of in de tram, het lijkt tegenwoordig dagelijkse kost. Hack the Planet lanceert vandaag een innovatief project genaamd Help Maya, waar de discussie rondom het messengeweld wordt opengebroken. Tim, politieagent Bas en jongerenwerker Ashraf zijn vanmorgen bij mij te gast. Goedemorgen, mannen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Tim, dan ga ik eventjes gelijk richting jou. Tech, WhatsApp, messengeweld. Dat zijn toch wel drie dingen van hoe gaat dat dan samen in één project? Kun je eens vertellen hoe dit tot stand gekomen is en ook vooral wat het is? Ja, goed. Ik ben techneut, engineer. Ik werk bij Q42. Daar heb ik een Hack the Planet heb ik daar. Dat is mijn non-profit waarbij we kijken van hoe kunnen we nou met technologie wereldwijde, maar ook maatschappelijke problematiek oplossen. En dat blijkt eigenlijk heel vaak het geval te zijn. Een hele goede match. Dus ik kom bij een heleboel partijen. In Afrika heb ik allerlei projecten, maar ook heel dichtbij. Dus dan praat ik met gemeenten, met Ashraf die hier naast me zit, met de politie. Van jongens, wat zijn de uitdagingen, wat kunnen we doen? Je zei het net al, heel actueel thema. Het staat bijna dagelijks in de krant, of in ieder geval wekelijks. Mesincidenten, problematiek op scholen, pestgedrag, noem het allemaal maar op. En om daar een nieuwe oplossing voor te bedenken. Van wat kunnen we daar nou anders dan een reclamespot of een campagne of een poster. Of lever je mes in. Allemaal heel leuk. Maar wat werkt er nu echt goed? Dan kom je dus op middelen die jongeren allemaal bij zich hebben. En dat is natuurlijk een smartphone. Ja. En wat draait erop? Alle apps. WhatsApp uiteraard. Wie gebruikt het niet om er een communicatie mee te hebben. Dus zodoende een concept bedacht van wat nou, als we dat populaire medium WhatsApp kunnen inzetten om daar een thema op te ontwikkelen wat heel erg gaat over deze onderwerpen. Nou, daar is Help Maya uitgekomen. En Help Maya is een fictief karakter, dus een meisje van 17 jaar. En als je dus met Maya in contact komt, dan gaat ze jou vijf dagen lang gaat ze jou meenemen in haar leven. En dan komen eigenlijk al die thema's die je net noemde, komen allemaal aan bod op een hele confronterende manier, zou ik bijna zeggen. En voor wie is dit, deze app? Ja, het is gericht op jongeren, maar het is eigenlijk voor een heel brede doelgroep. Ik stond zelf op een gegeven moment, ik heb het script notabene zelf gemaakt, maar terwijl ik er zelf mee bezig was, dacht ik van iedereen moet dit spelen. Want het is zo allesomvattend. Het gaat niet alleen maar om de jongeren, maar het gaat ook over de jongerenwerkers, de politie die ermee bezig zijn, de ouders, de opvoeding. Het is een breed raakvlak. Dus ik zou zeggen, iedereen naar helpmaya.nl. En het is in principe met als doel om dus discussie aan te gaan. Dat mensen erover gaan praten en dat er bepaalde gesprekken zeg maar. Nou, het is heel grappig. We hadden het er net eigenlijk over met Bas en Ashraf. Hoe normaal het eigenlijk alweer lijkt te worden als je weer eens in de krant leest, er is een steekpartij geweest. Om daar vanaf te stappen, dat normaliseren daarvan. Het is helemaal niet normaal om een mes op zak te hebben. Het is gewoon fucking dom. Ja, absoluut. Dus dat moet stoppen. En dit is eigenlijk daarop een antwoord. Om te laten zien van, wat kan er nou gebeuren als jij wel denkt van, ik ben even heel stoer, ik neem een mes mee. Je hoeft het zelf niet altijd te doen, maar er kan wel een hele hoop ellende van komen. Maar ook iemand waarvan je weet die bijvoorbeeld zo'n mes bij zich heeft, wat kan je nou het best doen? Hoe sta je er eigenlijk zelf in? Wat is eigenlijk jouw mening daarover? Goed. Daar gaat het ook over. Heel goed innovatief project. En inderdaad, het lijkt allemaal zo normaal te worden dat je maar weer gewoon in de krant leest dat er een mes of dat er een steekincident is geweest. Tuurlijk schrik je. Maar je denkt, het is al de zoveelste. Bas, jij bent politieagent bij bureau Berenstein. Hoe kan het dat het de laatste jaren dat die geweldincidenten onder de jeugd zo is toegenomen? Ja, wat daar de echte reden voor is, dat durf ik zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Dat kan aan meerdere dingen liggen natuurlijk. Misschien ook heeft het wel te maken met social media. Hè? Dat de grenzen worden gewoon steeds kleiner. Alles is veel beter bereikbaar. En waar je vroeger, als je naar huis ging, even afgesloten was, zeg maar, blijft dat nu gewoon doorgaan op je telefoon. Hè? Het hele sociale leven. Misschien is dat een reden. Ik durf het zo 1, 2, 3 niet met zekerheid te zeggen. Maar dat het steeds heftiger wordt, dat is wel een feit. Dat zien we allemaal, denk ik.
En de normalisering daarvan inderdaad, dat is wel een groot probleem. Net wat Tim al zegt, het kost je bijna moeite om er nog om het nog erg te vinden, zeg maar. Als je daar dagelijks mee in aanraking komt. Het is de zoveelste. Ja. En ik denk als politieagent dat eigenlijk... Merk je dat ook, dat als agent dat ook zo is? Dat je denkt van ja, het is al de zoveelste melding die we krijgen. Ik zit zelf niet direct in de surveillance. Ik ben jeugdwijkagent. Dus ik heb veel met de jongeren te maken na het feit, zeg maar. Na het incident? Ja, precies. Met zowel de dader als het slachtoffer? Ja, beide. Dat is onderdeel van mijn werkzaamheden. Maar ik probeer er zelf in ieder geval voor te waken het niet normaal te gaan vinden. Want ik ga natuurlijk ook met ouders in gesprek en met hulpverlening en alles. Het is niet normaal en we moeten het ook niet normaal gaan vinden. En als wij er al mee gaan beginnen, dan gaan we de gezinnen en de maatschappij er helemaal niet meer van overtuigen dat het niet normaal is. Absoluut. Gaan we zo nog eventjes over door. In onze maatschappij zijn geweld en mesincidenten onder jongeren een steeds groter wordend probleem. Het aantal minderjarige verdachten van mes en geweld is de laatste 3 jaar meer dan verdubbeld. Tim, politieagent Bas en jongerenwerker Ashraf zijn vanmorgen bij mij te gast. Zij hebben namelijk een project bedacht om de discussie over dit geweld te doorbreken. Ashraf, jij bent een jongerenwerker. Ja. Jij zit daarmee met jouw werk het dichtst op de jongeren waar dit project eigenlijk toe gericht is. Wat zie jij gebeuren in de praktijk? Wat ik allemaal zie gebeuren, kijk, ik ben jongerenwerker van Wijks. Actief in de wijk Vrederust. Samen met de jeugdagent Bas. En met Tim hebben we een project gestart of een app ontwikkeld wat hij net heeft uitgelegd. Hij heeft het heel goed trouwens samengevat. Maar wat ik allemaal zie, het is niet dat het dagelijks dat ik messen om me heen zie. dus dat niet. Maar waar wij vooral op zitten vanuit het jongerenwerk, meer op preventie. En we willen de jongeren ook meer weerbaar maken. Omdat er ook open grenzen zijn. Kijk, jongeren zijn loyaal in hun wijk, maar af en toe komen ze ook in andere wijken. En dan komen ze bepaalde jongeren terecht tegen die misschien ook bewapend zijn. En hoe ga je daarmee om? En dankzij de app die wij hebben ontwikkeld, willen wij de jongeren meer bewust maken daarvan. Wat bedoel je met preventie? Wij zitten meer op preventie. Het voorkomen van. En hoe doen jullie dat als jongerenwerker? Ja, je hebt verschillende middelen daarvoor. Bijvoorbeeld, een van de middelen is bijvoorbeeld de methodiek die ik samen heb ontwikkeld met de agenten en met Tim. De tweede is voorlichtingen geven, met jongeren in gesprek gaan. 1-op-1 begeleiding. Meestal denken mensen als we 1-op-1 begeleiding hebben, dat gaat om werk zoeken, et cetera. Nee, het is ook een gesprek voeren met jongeren. En ik blijf het ook altijd zeggen, een jongerenwerker is niet alleen een jongerenwerker. Het is ook voor de jongeren een vertrouwenspersoon. Dus een ander woord, een vertrouwenspersoon. Maar ook een adviseur richting de gemeente. We adviseren ook de gemeente wat we zien, wat we meemaken. We gaan ook in gesprek met de politie. We uiten onze zorgen, andersom ook natuurlijk. En daarom ben ik ook heel blij met Tim dat we zo'n methodiek nu hebben om die toe te passen. En zou ik bijna zeggen, dat doet hij zichzelf nog echt wel tekort hoor. Want ik wist helemaal niks van het hele jongerenwerken af. Op een gegeven moment kwam ik er met Ashraf in aanraking. Jongerenwerken, ik wist niet eens wat dat was. En ik kwam daar en ik zag de jongeren daar uit de wijken. En Ashraf daar ook politie daar regelmatig. Waar ze echt, weet je wel, echt de goede dingen aan het doen zijn. Jongeren die daar een thuishaven hebben. Maar ook een Ashraf die daar echt als rots in de branding vanuit Wijks daar staat. En ze weten hem te vinden. Je ziet echt wel van, oké, dit is wel even next level, zeg maar, de boel bij elkaar houden. En als je dat niet weet, en je denkt altijd maar van, oh, weet je wel, die jongeren die hangen overal. Het is overal zootje, het is overal crimineel, bla 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 bla. Niks wordt er gedaan. Nou, er wordt echt heel veel gedaan. En ik heb er met mijn ogen bovenop gezeten. Dus ik vind dat heel tof om te zien. En hij doet het nu even heel snel af. Als we doen een beetje, maar een beetje een bescheiden blijven. Heel bescheiden, ja. Dat siert je ook wel. Dat siert je. Waarom ben jij dit werk gaan doen, Ashraf? Ja, waarom? Ik ben ook jong geweest en ik heb ook heel veel gezien en meegemaakt. Kijk, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam, geboren getogen. Sinds 2017 woon ik hier. Sinds 2020 ben ik hier nu werkzaam als jongerenwerker. En ik heb dit al sinds 2007 gedaan. Ik heb met heel veel verschillende jongeren gewerkt, met psychosociale jongeren. Ik heb lesgegeven. En nu zit ik hier weer als jongerenwerker. En dat is altijd mijn eerste liefde geweest. Want vanaf toen, 2007, ben ik begonnen als jongerenwerker. En wat is dan dat die liefde? Wat is dat het jouw job maakt? Waarom je dit bent gaan doen? Omdat er... Ja, ik heb dingen niet kunnen krijgen. Of ik heb niet iemand gehad die mij op dat moment weerbaar kon maken. Of mij bewust kon maken om mijn handelen. Of dat ik kon reflecteren naar mezelf. Want ik had daar heel veel moeite mee. En zo'n jongerenwerker zocht ik. Met wie ik een gesprek kon voeren. En dat wil ik nu geven aan de jongeren. Dat er echt een persoon is die ze kunnen vertrouwen. En die open voor ze staat. Voor gesprekken. Het kan voor alle onderwerpen zijn.
Vind je wel eens moeilijk als een jongere naar je toe komt met een bepaald onderwerp wat je moet adviseren of hoe je daar op in moet gaan? Ja, als ik het persoonlijk over mezelf heb, ja, ik ben een emotioneel persoon, eerlijk gezegd. En als ik bepaalde dingen hoor, ook wat er thuis gebeurt, et cetera, dan raakt het me wel. En dan is het heel moeilijk om professioneel te blijven, maar dat moet je natuurlijk niet aan de jongeren laten zien. Kijk, ik zeg het nu stiekem wel via de radio. Gaan ze meeluisteren. Jongens, oren dicht. Ja. Dus het doet heel veel met me. En ik werk ook echt vanuit mijn hart. En ik neem aan dat iedereen dat ook doet, als hij van zijn baan houdt. En dat is eigenlijk waarom ik ook die binding heb. En wat Tim ook mooi heeft gezegd. En daar ben ik ook heel bescheiden in. Dus anders ben ik hier aan het pronken. Nee hoor, maar dat is gewoon een realiteit. En die mensen zoals jij, dat is heel belangrijk dat die er zijn, jongere werkers. Dat is een rotsende branding. Zo mag je gewoon vooruitkomen en zeker ook gewoon kwetsbaar over zijn. Ja, dat maakt mooi. Dank je wel. Gaan we zo meteen nog eventjes verder, want volgens mij is dit nu Helmaya's op WhatsApp. Maar misschien is er ook wel een optie om het misschien wel op andere mediums te gaan gebruiken. Voor het eerst wordt WhatsApp ingezet voor een ander doel dan alleen maar een appje sturen. Helmaya is een project die het messengeweld onder jongeren probeert terug te dringen. Initiatiefnemer Tim, agent Bas en jongerenwerker Ashraf zijn vanmorgen te gast. Bas, jij bent een van jouw werkzaamheden bestaat uit het begeleiden van een dader en slachtoffer na bijvoorbeeld zo'n steekincident. Ja. Hoe gaat zo'n traject in zijn werk? Naast natuurlijk de strafrechtelijke afdoening, die door de recherche wordt gedraaid, probeer ik dan altijd met het gezin in contact te komen. Dus dat je ook bij die mensen aan tafel zit, dat je ouders erbij betrekt en de jongeren zelf. Ik moet zeggen dat het vaak wel een probleem is dat je van de politie bent. Want daar willen ze gewoon liever niet mee praten. Nee, je bent vaak de boosdoener. Ik ben vaak de boosdoener. Of ze zijn bang dat ze worden gezien als snitch, zeg maar. Oh, ja. Dat is ook natuurlijk een probleem. Maar goed, ik heb wel een heel groot netwerk. Dus dat probeer ik dan gewoon altijd te gebruiken aan hulpverleners vanuit de gemeente. Of noem maar op, zoveel instanties. Jongerenwerk probeer ik ook wel eens te betrekken als ze daar nog niet bekend zijn. Ja. Dat is ook een gezonde manier om je in de wijk te begeven. Dus wat ik voornamelijk doe is eigenlijk de hulpverlening opstarten met mijn netwerk. En ik probeer het contact met de politie ook laagdrempelig te houden. Dus alle ouders en jongeren hebben vaak mijn telefoonnummer wel. En je merkt dat ze me soms dan toch even bellen of appen. Van joh, hoe zit dit? Of ik zit hiermee. En zo probeer ik het contact gewoon wat laagdrempelig. Wat voor vragen krijg je dan bijvoorbeeld van ouders? Het is vaak wel als er een probleem is. Hè? Dus hij gaat weer helemaal door het lint of hij is niet te handelen. En wat moet ik nou? Moet ik nou de politie bellen? Moet ik hem eruit zetten? Dat soort dingen. Dus gewoon even. Ze willen natuurlijk het liefst niet echt de politie bellen op hun kind. Nee. En dat snap ik ook heel goed. En daarin heb je dan kan ik dan als jeugdwijkagent net een wat laagdrempeligere manier zijn om toch even advies te vragen aan de politie. En ja, vaak helpt dat wel. En Ashraf, jij bent een jongerenwerker en jij werkt dan bijvoorbeeld nou samen met Bas. Dan ga ik eigenlijk een vraag stellen die voor jullie allebei misschien wel een beetje relevant is. Deze steek en dit messengeweld onder jongeren. Is er nu iets waar je denkt van ja, daar ligt nu voor de voornaamste oplossing? Of is dat echt wel een heel moeilijk iets? Nou, als het aan mij vraagt, denk ik dat we. De preventie is natuurlijk heel belangrijk, waar we nu mee zijn begonnen. Maar ik denk dat we die wel op jongere leeftijd echt al moeten gaan inzetten. Echt op basisschoolleeftijd. En hoe ziet dat er praktisch dan uit? Preventie op basisschool? Nou ja, kijk, je gaat op de basisschool natuurlijk niet vertellen over steekpartijen. Nee. Maar als je daar al gewoon als politie wat vaker aanwezig bent, zodat de politie een normaal imago krijgt. En dat je als. Er is natuurlijk al heel veel kinderwerk bij jongerenwerk. Hoe moet je dat zeggen? Wat meer voorlichting ook? Ja, zoiets. Ja. Voorlichting, hoe je in de maatschappij opstelt, hoe je behoort te gedragen. Dus heeft het ook misschien alles te maken met bepaalde normen en waarden die daar misschien een beetje vanuit jongs zijn gaan wat meer, wat anders worden de laatste jaren? Ja, misschien wel. Ik denk dat Ashraf daar beter antwoord op heeft. Ashraf, hoe zie jij dit? Ja, kijk, om even antwoord op te geven op jouw eerste vraag. Kijk, we zijn nu al heel actief op de basisscholen. Omdat we weten van, als we ze nu al kunnen kneden, dat we dan voor de toekomst misschien een gerust hart hebben. Daarnaast
proberen we ook met de wijkagenten en de jongerenwerkers binnen in basisscholen zichtbaar te zijn. Zodat ze het ook op een gegeven moment gaan normaal gaan vinden. Want we hadden het in het begin ook over dat steken en et cetera, dat het genormaliseerd is. Daar ben ik ook heel erg van geschrokken. En dat moeten we voorkomen door dit te blijven doen. En natuurlijk geven we ook voorlichtingen op scholen, middelbare scholen. Om de jongeren ook daarin mee te nemen. We zijn gewoon bezig om ze echt te kneden en vorm te geven op jonge leeftijd. En dat vind ik heel belangrijk. En meestal hoor je van, ja, 9 jaar, 10 jaar, dat is heel jong. Nee. Nee. Ze beginnen nu heel, heel, heel vroeg, heel jong. En dat komt ook, daar geloof ik in, maar ook vanuit het jongerenwerk, dat het ook te maken heeft met social media. Zeker. Al de influencers, heeft een positief effect, maar ook een negatief effect. En meestal volgen ze meestal die jongens die heel stoer doen, et cetera. Maar de gevolgen daarvan zijn cruciaal. Ja, dat is moeilijk. Want ja, influencers, die kun je niet zomaar ineens wegdenken. Nee. Dat blijft stoer voor deze jeugd. En inderdaad, misschien daar toch al op een laagdrempelige jonge leeftijd al opvoeden. Dat is denk ik waar het begint als ik jullie antwoorden zo mag samenvatten. Maar niet alleen vanuit ons, maar ook via de ouders. Ik wou net zeggen, de ouders spelen daar ook misschien wel een hele, hele belangrijke rol in. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ouders soort van ook kneden, zodat ze hun kinderen weer goed kunnen kneden? Ja, kijk, we hebben een sterk netwerk in de wijk. Bas weet dat ook natuurlijk. We werken samen met de wijkagenten, buurtmoeders. We hebben een onafhankelijke jongerenraad die pas geleden is opgericht. Dat kwam ook door een steekincident. En ze vonden het niet fijn dat ze het zo hadden over hun wijk. Terwijl hun wijk heel anders is. Toen zijn ze naar de gemeenteraad gegaan en hebben ze hun stem laten horen. We hebben streetsport die heel actief is met jongeren qua sport. Die komen ook heel veel ouders tegen. Dus we hebben heel veel verschillende partijen die we inzetten. En vooral de buurtmoeders, Gaarde Dreven. Zo heten ze ook op LinkedIn, moet je ze volgen. Die zijn ook heel actief. Dus als er iets is, komen ze naar mij toe. En probeer ik vanuit het jongerenwerk wat te doen. Maar andersom ook. Als ik tegen een jongere aanloop of er gebeurt wat of er is wat en ik wil weten wat er speelt. Dan weten zij meestal wat achter de voordeur gebeurt. En dat is een mooie samenwerking. En dat hebben we ook met de wijkagenda. Die zijn heel maatschappelijk betrokken ook. Dus dat is niet alleen maar handhaven. Ze zijn ook preventief, zijn ze ook heel goed bezig. En die samenwerking vind ik fijn. Ik kan niet namens iedereen praten, maar in mijn wijk zijn ze wel heel goed bezig. Is er, als er bijvoorbeeld nu nog ouders luisteren en die hebben misschien toch wel een kind waar ze heel veel moeite mee heeft. Zijn er nog bepaalde globale tips wat je dan kan doen als ouder? Als je het echt heel erg moeilijk vindt, Bas Asraf. Blijven praten. Ja? Dus niet meer normaliseren. Dus wat ik net heb gezegd, maar blijven praten en kijken naar oplossingen. Als ik een oplossing nu al had, dan was ik denk ik multimiljonair. Dat zou heel fijn zijn, ja. maar blijven praten erover en confronteren. Ook de jongeren confronteren, de ouders confronteren. Want het is niet alleen de jongeren, maar het ligt ook aan de ouders meestal. 100%. Maar soms weten zij het ook niet. Nee. Is het een lievertje thuis? Maar buiten op straat is het, Ik denk, als ik daarop mag toevoegen, ik heb vroeger veel karateles gegeven, ook aan jongeren. Ik denk, iedereen wil altijd overal bij horen. Iedereen, wij ook. Wij willen altijd bij een groep horen, willen aardig gevonden worden. Wat ik heel erg heb gezien destijds, is dat sport, dat is echt, dat is zo, als je jongeren thuis hebt zitten die niet sporten, wat mij betreft is dat echt nummer 1. Het zet zoveel registertjes in je brein op een positieve manier open. Het zorgt een beetje voor discipline, voor een beetje kneding misschien aan die kant. Absoluut. En we leven in Nederland, alles is mogelijk hier. Dus je kan altijd clubjes vinden, mensen die je willen helpen. Dus sport is altijd super dichtbij. Dus ik zou dat echt... Ik ben het met Tim wel eens, want ik geef zelf kickboxles. Ik heb voorheen heel veel kickboxles in Amsterdam gegeven, nu wat minder. Het belangrijkste is op een gegeven moment, als je bezig bent met de jongeren, emotie komt los. Misschien niet de eerste keer, niet de tweede keer, maar de derde keer op een gegeven moment. Dan zie je hem helemaal losgaan. En dan ga je vragen stellen. Mooi. Het is altijd vraag achter de vraag. Dus altijd blijven doorvragen. En dan kom je op een gegeven moment achter wat er speelt. Tot de kern. Uit emotie, adrenaline, et cetera. Dan, wat je net zegt. Mooi. Sport, dat is een hele mooie praktische tip. Tim, vandaag wordt het gelanceerd. Help Maya. Kun je daar nog iets? Hoe kunnen we dit vinden? Ja, dus sowieso helpmaya.nl. Vanmiddag gaan we het feestelijk lanceren. Dus iedereen kan er nu al bij. Maar als je naar helpmaya.nl... Waar is dat, feest? In het Laaktheater hebben we een hele bijzondere opening. Met een theatervoorstelling van theatergroep Drang. Nou, dat is ook heel bijzonder, heel gaaf.
Ja, daar hebben we echt een momentje even met z'n allen aan iedereen die er heeft mee heeft gewerkt. Ook de acteurs die erbij betrokken zijn geweest, de jongeren uit de wijk. Dus staan we gewoon echt even stil met z'n allen van jongens, dat is wel heel bijzonder. Deze samenwerking is niet de meest voor de hand liggende. Weet je, politie, jongerenwerker, techneuten. Nou, noem het maar op, we zijn met z'n allen bij elkaar gekomen. We hebben dit gedaan, we hebben deze onderwerpen besproken. En we hebben daar gewoon een hele toffe productie van gemaakt. En daar gaan we dus even een klap op geven. Maar helpmaya.nl is nu al beschikbaar. Er staat een grote groene knop. Als je erop drukt, ga je gelijk een WhatsApp-gesprek met Maya starten. Super. Dankjewel Tim, Ashraf, Bas. Dank jullie wel voor jullie komst en het heldere verhaal. En toch ook wel genieten van vanavond. Dat is een mooie samenwerking. Thanks. Dankjewel. Dankjewel.